Hallo kiraki iedereen. Ik weet niet of dat jullie het al weten, maar binnenkort op 28 oktober is er de gigantische For Girls Only sleepover. Ik heb er kei van zin in. Ik zal er ook zijn. Ik ben al helemaal klaar met mijn onesie en mijn vlechtjes. Het is bedoeld voor meisjes tussen 10 en 14 jaar. Dus ben jij meisje tussen 10 en 14 jaar, dan is dit het event voor jou. Ik zal een meet and greet houden en ik ga ook met jullie nageltjes lakken. Ik zal ook de presentatie doen, want er komt een special guest die een live optreden gaat geven. Maar daar mag ik nog niet te veel over vertellen. Jullie zullen een keileuke goodiebag krijgen die ik zometeen met jullie ga unboxen. En, misschien ook niet onbelangrijk, er zal een ontbijt zijn. Er zullen snacks en drinks aanwezig zijn. We zullen keiveel babbelen en doen in verband met beauty en hair. Vandaar dat ik mijn mooie vlechtjes al in heb. Ik mag ook 2 duo-tickets weggeven. En het enige wat je daarvoor moet doen is liken, subscriben op mijn kanaal. En dit filmpje delen. Meer niet. Zo simpel als dat. En het is echt de moeite waard. Het gaat super leuk worden. Er zijn ook keiveel attracties. Er is zelfs de grootste indoor glijbaan. Die moet ik echt proberen. En dan ga ik nu de goodiebag unboxen. De goodiebag komt in een teabag met het logo van For Girls Only op. Helemaal in het roze. Kan je alleszins niks mis mee doen. En het eerste wat ik eruit neem is dit potje. Er zit volgens mij een kaartje in. Er staat op waarheid durven of doen. Oeh, dat is altijd een keileuk spelletje. Maar natuurlijk moet je altijd op goede vragen komen. Ik weet er nooit. Ik moet het altijd gaan opzoeken. Maar daarmee, dit is dus een doos met 100 spannende vragen en opdrachten. Dus we zullen er eens eentje uitnemen. Oeh, cool. Oké, dus de appelblauw zeegroene zijn voor waarheid. De frambozenroze zijn voor durven. En de lavendelpaarse zijn voor doen. Ik heb deze 3 nu gekozen. Laten we zien wat er bijvoorbeeld al op staat. Hè. Heb jij al gezoend? Laat het zeker weten in de comments down below. Verzin zelf een liedje en zing het. Zou ik misschien best kunnen vragen aan mijn vrienden van Just Like Me. En beeld een fluitketel uit. Dat is wel origineel. En dan het volgende dat ik eruit ga pakken is het For Girls Only kapselboek. Hoe handig is dit? Echt waar. Vroeger moest ik altijd al mijn kapsels gaan opzoeken op het internet of in oude boeken. Maar hier staan er dus keileuke kapsels in. Je hebt kapsels voor meisjes met krullend haar, meisjes met stijlhaar. Je kan ook zelf accessoires leren maken, onder andere kattenoortjes. Knotjes, vlechtjes, haarbandjes, alles zit erin. Het wordt stap voor stap uitgelegd en het is echt super makkelijk. Echt waar, iedereen kan dit. En ik denk dat ook iedereen ermee zal staan. Voilà, dit is een kei tof boek. En wat hebben we hier? De For Girls Only slaapfacebox. En wat zit hier allemaal in? Zullen we eens piepen? Ah, ik zie hier al een roulette waar je aan kan draaien. En weer al, zoals bij het vorige, met de waarheid durven of doen vragen, kan je hier opdrachten krijgen of vragen over je persoonlijkheid, je gevoelens, over je besties en over leven en dromen. Dus ik zal er een random kaartje uitpakken. Ik heb een vraag over leven en dromen. Wat was het moeilijkste dat je ooit deed? Het moeilijkste dat ik ooit deed... proberen aan mijn elleboog te likken. For sure. En dan hebben we hier ook nog, uiteraard, uitnodigingskaartjes. Want ik kan geen sleepover halen zonder mensen uit te nodigen. Ik maakte vroeger mijn kaartjes helemaal zelf via Word. Maar dat hoef je nu dus helemaal niet meer te doen. Want je krijgt gewoon... hoeveel kaartjes zijn het? Het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaartjes. Dus je kan 6 vriendinnen uitnodigen. Dat is dus echt... kei veel en dat gaat kei leuk worden. 6 uitnodigingskaartjes voor jouw vriendinnen. En als laatste steekt hier ook nog een boekje in. En dat is het slaapfacebook. En daar steekt eigenlijk van alles en nog wat in. Hoe je nipchampagne kan maken. En hoe je muffins met chocolade kan maken. Dus heel veel receptjes, maar ook verhaaltjes. Ze leggen het spel hier ook nog eens in uit. Voor moest het zichzelf niet uitwijzen. Ook nog een paar vlechtjes die dan ook verwijzen naar het grote boek.
En nog allemaal leuke opdrachtjes en verhaaltjes. Oké, en dan blijft er nog één dingetje over. En dat is dit boek. Het noemt Vriendinnen voor altijd. En het gaat dus eigenlijk over een meisje, Emma, dat verhuisd is. Maar niemand kent op haar school. En ze had in haar lievelingstijdschrift voor Girls Only gelezen dat ze een ander meisje moest gaan zoeken dat alleen was. Want ja, 1 plus 1 is 2 en dan waren ze allebei niet alleen. Een keileuke oplossing, mega goed gevonden. En daardoor leert ze Katja kennen. Maar naar gelang de vriendschap begint ze zich toch wat vragen te stellen. Of het wel een goede vriendin is en zo. En ze schrijft alles op in haar dagboek. Maar eens ze het antwoord vindt, of de antwoorden vindt, loopt het een beetje fout. Dus kei spannend, zeker lezen. Ik denk dat ik het vanavond in mijn bedje alvast ga lezen. Want ik heb mijn pyjama aan en mijn vlechtjes, dus het komt helemaal in orde. Zoals ik al zei, geef ik 2 duo-tickets weg. En het enige wat je daarvoor moet doen, is liken en delen. En uiteraard subscriben. Echt niet veel moeite. En ja, het is echt zeker de moeite waard, want het gaat kei tof worden. Ik zal er zijn en je mag je vriendinnen meenemen. En hopelijk tot dan. Ciao! En wil je nog meer informatie of wil je tickets bestellen, ga dan zeker naar www.fgosleepover.be.